Yo, wat is op iedereen? Het is de gamer. Met vandaag een gloednieuwe video. Deze video is een oude klassieker. Ik heb deze op mijn kanaal al gespeeld. Ik weet niet of jullie mijn series kennen, ik heb er 4 parts van. Allee, series. Dat is een Getting Better series. Ik wou beter zijn in Black Ops toen. Black Ops 1. Ik ben gewonnen geweest. Voor een reason. Dus laat gewoon zeggen dat we het gaan doen op PlayStation 3 nu. Ik ga een aantal minuutjes, een paar matches recorden. Samen met jullie. Hopelijk is de microfoonkwaliteit nu beter. Ik gebruik nu Audacity voor de microfoon te recorden en mijn capture card record de rest. Want believe me, dat was niet plezant dat ding voice recorden, want ik moest mijn mic gebruiken of iPod en dat is allemaal aan rol. Quasi microfoon kwaliteit. Dus nu probeer ik mijn studio mic letterlijk in Audacity te werken. Maar dat is niet zo simpel als het lijkt om dat samen te plakken, dus ja. Oké, shit I know. Oké, dit is de map Villa. Ik heb juist een take gedaan. En dat was ook een villa en die is extreem hard gefaald. Oei. Shit, dat belooft. Echt waar. Hoeveel spelers zijn er in die match? Echt totaal niet veel, hè. Als je dat zag. Zat er was iemand in die match. Ik en 4 anderen. Het kunnen er tot 8 zijn, denk ik. Denk ik inderdaad, ja. Oké. Awaiting connection. Ben ik te snel? Ja, ik ben te snel. Everybody knows that, right? Yeah, I know. Dat gaat lul. We moeten gaan lul werken. Alles laat mij aan mijn kant. Dus ook het voordeel bij sommige van mijn video's die ik nu uploadde, was het heel simpel een probleem dat jullie mij amper konden verstaan. Dus ik kon niet mixen met dat ding. Ik moest alles handmatig aanpassen. Maar het ene game is al een beetje luider dan de andere. You know the shit. Het werkt dus niet goed in mixing. Dus. Voilà. Dat is goed. Ah, man. Ik had hem meer al. Als ik eenmaal 1 kill heb, is het gedaan. Dat is het probleem met mij. Ik haal 1 keizige kill. En 2 dan ook nog. Oké, dat is juist. Gaat dat gebeurd? Oh. Ik kan nooit meer kills achterin halen. Ik heb zelden killstreaks om de reden. Ik kan heel goed killen. Dus ik kan altijd. Ik ben niet de slechtste. Maar ik ben constant dood. Dus ik ga zelden killstreaks halen. Zelden. Dat is redelijk slecht eigenlijk. Want killstreaks zijn nogal belangrijk voor de game, vind ik dan toch. Zonder een killstreak. Ik zie nog niks uit zonder een killstreak. Dat zeg ik ook weer niet. Dat je er niet voor kunt dan met de game, ja, dat vind ik wel. Eerlijk gezegd. Ja, dat vind ik wel. Oké. Ik denk dat ze komen. Ze komen. Ah, meen dat? Mijn jammer stond hier maar hoor. Eerst is het een jammer en mijn connection is interrupted. Exact gelijk de vorige take. Godverdomme! Allee, ik neem op. Oh, geen auto weer. Ja, dat moet beter zijn. Want die 4 vooral, ik weet niet wat er aan de hand is. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Maar het werkt in ieder geval heel slecht. Je wordt constant gedisconnect, door sniper. Echt constant. Om de 5 voet lig ik uit een match. Lost connection to the host. Dat is echt kei simpel. Dat is een host, dus een player. I don't think so, little kid. You're not gonna talk. There we go. Dat is veel beter. Nu hoor ik zeggen 7 is een. Nee, dus ja. Nu hoor ik hem niet. In ieder geval heeft hij dus dat hij een mic heeft. Zo'n kleutertje zijn. Ja, let's go, I guess. Let's go indeed. Hopelijk staat de microfoon luid genoeg. Ik probeer zo luid mogelijk te praten, maar dat ding brandt niet rood. Dus ik heb het gevoel dat ik stil praat. Normaal als ik roep of een beeld die bega, brandt die dus rood als ik erin blaas ook. Ik zie, dan heb ik minder gezet. Maar bon. Hopelijk werkt die. Hopelijk krijg ik het les gesynchroniseerd. Want dat is altijd de vraag. Oh shit, Famas. Ah, dat is beter. Ik wil Famas pakken. Pak mijn sniper. Like a genius. Die muziek is echt. Van deze game is de muziek echt top. Dat is wat de game zo goed maakt naar mij. Een goede muziek. Die zo.
Ja, als je die muziek hoort, dan rust je om te vechten, hè. Dat is echt waar. Nee, nee, real life in kot, maar alleen. Het draagt hoesting door. Dus dat is waar. Wauw, dit is een makkelijk match. Als ik kill hem met een knife, is het een makkelijk match. Just, to be honest. Quite nice. Bam bam boom. Bitch. En nu, we gaan naar boven een keer pakken, wachten. Dit is nog steeds leeftijd. Oh, ja, ik wist het, hè, jong. Jongen, die leeftijd heeft een LMG. Ik ga hem nog eens pakken. Bye bye. Ga eens naar boven kijken, lift nog de camp. Dat is in ieder geval toch dood als soldaat. Let's hope that it's dead. En dan kunnen we zeggen, he's dead, Jim. He's dead. Oké. Het is redelijk vroeg nu. Voor mij, in mijn ogen is het vroeg. Letterlijk. Het is denk ik 9 à 10 uur. 'S morgens. En ik ben aan het recorden. En ik zeg elke keer, the shit I do for you guys. En het is helaas genoeg waar. The shit I do for you guys. Op zich. Ik vind het niet erg, toen mijn huis, quote-unquote huisgenoot, dit misschien erg gaan vinden. Ik er al aan het praten ben van s'morgens vroeg. Een beetje om het antwoord kan zijn, waar ik kan inkomen. Want als je s'morgens vroeg naar een commentator moet luisteren, naar een gameplayer, dat is niet altijd even plezant, daar kan ik inkomen. Maar gewoon gesteld op mijn camera, dus hoe gives a shit eigenlijk. Dat is waar, die ben ik niet zo lastig van. Als ik beneden vol een bak stond te schreeuwen, denk ik, en als je dan last van hebt, dat snap ik. Maar alleen nu moet toch geen last van ons, want dat had ik al op een dag gekregen. Een waarschuwing, quote unquote waarschuwing gekregen. Ken je dit? Ik ben valt in mijn dood ook steeds. Ik kan nog juist zeggen dat ligt in Claymore, ga hem kapot schieten. Die ga ik nooit geloven dat er echt in zo. Damn, zo is dat wapen. Famaas indeed, boy. In kot, in Black Ops 1 en BO1, BO, wat je ook noemt, is het belangrijk dat je snel reload. Echt, dat is heel belangrijk. Ik vind dat belangrijk. Als je te lang wacht om te reloaden in CSGO, is dat een goede tactiek, wachten om te reloaden. Hier is het de rampzaligste tactiek die je dus kunt hebben, eigenlijk, letterlijk. Is ze? Ja, dan. Oh, dat dus. Dat dus. Daar is nog iemand. Ah, dat was de last stand. Is dat een final stand? Allee, wat de naam ook weer mag zijn. Quick revive mode. Dat is niet meer. Flag jacket? Nee, dat was het ook niet. Jongen! Iemand vlak in mijn line of sight. Maar dat was ongelooflijk dat ik het perfect kon afmaken. Hè? Perfect. Komt daar een klote vliegtuig af met zijn bommetjes. Oké, het is safe. I don't think so, dude. Echt waar. Dacht je nu echt dat ik hem daar ging laten binnengaan? Dacht je nu echt? Nick is daar een enemy te schieten. Hij helpt me ze te lokken. En er is nog een enemy te schieten dan. Shit, jongen, shit. Oké, dan. Nope, ik ga niet meer kort. Mijn equipment moet blijven leven. Equipment for the winner. Mijn stem. Ik wil alle akbar schreeuwen op dit. Er komt letterlijk niks uit nu. Oké, daar kwam echt gewoon niks uit, behalve garbled. Garbled voices. Firing range is voor mij Nuketown. Hè? Dat is een klein mapje. Niet zo klein, man. Nee, een goede map. Niet te groot, niet te klein. Je kunt er heel veel muren doorschieten, wat voor mij al awesome maakt. In mijn ogen natuurlijk. Allee. Ik heb nu liever dat ik over elke muur en hier kan doorschieten.
Ik vind het awesome in ieder geval, wat een vet. Hold the line, ja, probeer ik ook. Ik ben een knifer, zie je dat niet? Ik ben een fucking knifer, man. Zie je dat niet? Ik ben een fucking knifer. Skewer. Skewer, bitches. Die, die. Ik bedoel, dat is een bye bye, die, die. Get it? Get the joke? You get the joke? It is so funny, I know, right? No, bus. Bye, bus. Bitch. Peace. That ain't working. Dat zijn zo'n sukkel met zijn klote dingen. Ballistic knives, here I go. Ik weet als ik een Black Ops 1 knife verwoord, winnen we, zie je? Daar winnen we gegarandeerd. Oh yeah, eerste rondje. En ik word niet gekikt. Ik werd niet gekikt nu, voor één keer leef. Mocht ik de match meedoen? Ja, dat niet dat zoveel gebeurt dat ik gekikt word, maar toch in free for all gebeurt dat 5000 in een gast leeft. En ja, de host is al weg, hè? Dus you know it, het geeft dan shit. Dus ja, indeed. Oké, Black Ops, oké. Let's wait. Nooktown, tuurlijk. Nee, fuck. Nooktown. Ik ga voor Nooktown, iedereen. Let's dan nog een match gedaan, we gaan doen het laatste matchje voor nu. Dus gewoon om 8 points op Nooktown, hoe toevallig. Ja, we gaan het gewoon Nooktown doen. Omdat het gewoon kan, eigenlijk. Dat is een heel goede map. Dit is echt een klassieker, vind ik. Als je Nooktown niet kent. ja. Shame on you, dude. Serieus, dat is zo'n goede map. Het is gelijk Dus 2 in CSGO. Dus 2 is een Nooktown in CSGO. En ja, Dus 2 is een Nooktown. Ja, nou ja, dat klopt. En Nooktown is Dus 2 in de kot. Ongelooflijk. Ongelooflijk leuk. Heel klein, heel schattig en je kunt iedereen afhakkelen, aftakkelen die je wilt. I know, geweldig. Yes, indeed. We gaan duiver gaan. Op fucking Nooktown gaan wij kerponen. We gaan met onze knife rondlopen, mensen knifen, omdat het gewoon kan eigenlijk. Let's do that right now. Oké. Gaan we laden PlayStation 3? Ja of nee? Ja, there we go. There we go indeed. Ik krijg een lat achter een knife als ik me niet vergis. En Famas. Ik heb een andere klas moeten nemen met knife. Want dat is niet echt alleen knife-achtig. Maar ja, het was Nooktown, dus ik had geen zin om mijn klas te veranderen en te leven. Dus ja, inderdaad, ik had er geen zin. Granaten zijn toch disabled nu? Nee, PC-versie wel. Oké. Eigenlijk verdek ik de deur. Oh, oh, oh. Nice. Het juist stuk aan mijn neus, dat is niet fair. Oh man, mijn neus zie ik verschrikkelijk in het. Ah, oh, shit, haar. Dat is geweldig. Dat is het type, dit is zo'n shooter en hangt haar aan de neus. Ah. Bij mij toch. Heeft er iemand dat probleem of ben ik de enigste? Ik heb iets gezegd. Als je iets start, kan World War 2. Ah, 3. Wereldoorlog 2 is al gebeurd. Damn, son. Jij bent niet up-to-date, klopt dat? Ja, inderdaad. Nee, indeed. Is er nog een knife in inzet? Als ik knife ga, of gaat iemand knife, wordt het altijd heel... Ik heb eens zo'n werk een heel team een knife was. Dus, ja. Dat zegt genoeg. Als ik knife ga, of iemand anders gaat knife, gaat iedereen knife meedoen. Voilà, dit lukt dus. Jongen! Niet schieten, het is knife only, hè. Het is fucking knife only, die kerel stopt met te knallen. Speed ga ik mijn knife weg met een ander wapen pakken. Jongen! Ik kon naar huis wel raken, hoor. Wauw. Dat lukt hier nooit. Dat was een 2-1. Oké. Meneer boven die ik met ons wapen schiet. Ja la 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 la
ga mijn live boven. Ik val dood. Ha, ha, ha. Kom ik in ook. Oh, man. Oké. Okay. Shit. Achter mij dan zo, allee. Ja, yeah, why the fuck not? Ik heb toch een care package, ik moet dat niet in voor hebben dat ik hem niet kan gebruiken, alsjeblieft. Ik heb hier geen achteraan ergens smet voor de enemies gewoon. Laat maar zitten, ik smet hem hier. Hier wil ik hem. Niet dat ik er safe zit. Dat is die kwetsbaar janken, echt waar. Laat ik eerlijk waar janken. Rolling Thunder! Yes, please! Let's go that way then. Hupsakee. Doe het maar. Leef je uit met je Rolling Thunder. Daar waren we zo na. Oh jongen, dat was een triple kill. Mensen hadden ze totaal niet verwacht dat het daar ging landen, hè. Blijkbaar niet, hè. Wauw. Jongen, die past in mijn in. Als ze namelijk mag zijn. Die is keigoed, mijn knife. Die zit elke keer een dolk door mijn hart. Dat is echt waar, hè. Oh man, ik ga het eens. Nee, ik ga het niet. Ik ga weer gewoon heel. Otherwise we're not playing it. Ja, Allahu Akbar. Boom. Mijn reactie was veel te laat eigenlijk. Dus dit is niet mijn fout van het editen. Dit is gewoon mijn trage reactietijd. Ah, ik had het niet redelijk stuk. Was de eerste 3 seconden, 2 seconden misschien. Decoy out, decoy out. Jongen, nou heeft hij een klootzak in zijn bag. Voilà, zo. Oh, ik heb bijna de final. Ik zat 1 kill weg van die final weer al. OMFG. Ik heb zo vaak niet de final. Halil. Mijn rapid fire. Dat werkte. Dat hele mijn rapid fire. Oh yeah, you my boy. Player 2. Not anymore, hij is een player 2. Not anymore. Die is wel niet slecht voor player 2 te mogen wezen. Is hij helemaal niet slecht. Maar bon. Iedereen. Hopelijk was het een beetje een leuke video. Ik vond hem alleszins heel erg leuk om te maken. Laat eventjes een reactie achter met wat er beter of slechter kan. Vooral beter. Slechter niet. Laat ook eventjes een like achter. Dat blauwe duimpje omhoog. Niet het rode naar beneden, want dat is triestig. Als je niet nodig is het rode naar beneden. Laat eventjes achter waarom. En als je abonneert op het rode knopje. Nee, het rode duimpje, het rode knopje. Krijg je een 10 meter lange boom. Met een 20 meter lange truck. Met de snelheid van het licht in huis geleverd. Het is geen scam. Dat is brandhout voor je leven. Wat ook geen scam is, want 10 meter doe je je leven lang mee. En het is nog lekker ook. Iedereen, die boom gaat smaken. Gamer out, tot in de volgende. Ciao guys.